Realiseren van dit project vraagt veel. Het vraagt allereerst veel van mensen. Je moet goede mensen hebben die thuis zijn in de materie en ook die iets anders durven. Dat is ook heel belangrijk. Wij hebben onze lessentabel moeten aanpassen. Dat betekent dat wij een aantal vakken hebben moeten schrappen om ruimte te maken zodat we alle kinderen dit vaardigheidsonderwijs konden aanbieden. Ik heb er ook geld voor vrij moeten maken. Heel simpel, waar je wil dat er ontwikkeld moet worden, moet er ook geld vrijgemaakt worden. En je hebt ruimte nodig. Ruimte als schoolleider om dus ook aan die profilering te werken door dus iets bijzonders te doen in je lessentabel.